Ja, dan moet je even wat bedenken wat je moet gaan zeggen natuurlijk. Nou, welkom bij de Vinstra Vlogs. Vincent is er niet, zoals jullie zien. Ik ben er, Bob. Je kent me waarschijnlijk van de video Irritatie. Hey, je vraagt je, heb jij je Vincent gezien? Wacht, ik weet nog niet. Ik ben die Ron, de Italiaan. Schudde mij. Pizza. Pizza. Ik hou van die pizza. Ik ben die Ron, de Italiaan. Die Ron, ja, die is hier wel. Kijk eens even wat ik heb meegenomen. Echte pizza uit Italië. Zie jij pizza? Wat kom je doen, die Ron? Nou, kijk, ik ging kijken en hij is leeg. Ik weet niet waar hij is. Ik zoek er wel even op. Zit hij hier soms? La la la. Ik heb wel wat anders gevonden, hè? Ah! Wat is dat? Ik ken het niet. Wat is dat? Die Ron, dat is Nederlands kwaliteitsbier. Wat is een Nederlands kwaliteitsbier? Ik ken alleen pizza. Dit is stiekem reclame, maar dit is het lekkerste bier wat er is uit Nederland. Echt Nederland. Ik kan niet begrijpen. Als je in mijn intro hoort, pizza. Mm-hmm. Ik ben hier gewoon niet weer. Maar weet je wat van Nederland dan? Schudden met die pizza. Schudden met die pizza. Oh, zo. Schudden met die pizza. Ja, goed doen. Oh, lekker. Ja, goed. Dankjewel. Kijk. Schudden met die pizza. Ja, ik moest van Vincent iets vragen aan iemand of aan de kijkers van wat vind je nou van Nederland? Dus wat vind jij van Nederland? Ik vind een goede land, alleen veel te veel regen. Altijd regen, jongens en meisjes. Nou, wat vind jij van Nederlandse producten zoals boerenkool, dat soort dingen? Ik hou alleen van pizza. Pizza. Fijn. Ik hou alleen van pizza, ik had een pizza eten. Mm-hmm. Oké, okay, nou dan snap ik het nu, dan ga ik wel. Ja, neem je bier mee. Ik hoef niet met Nederlandse troepen. Hier, neem me mee. Zo, wat denkt hij van hier, joh? Jongens en meisjes, vandaag hebben wij weer wat leuks. Want we hebben een foto, je kan op reageren. Bedenk een onderschrift onder die foto. Wat jij denkt. Dus bedenk de onderschriften. Bedenk iets leuks. Je komt volgende keer bij die Ronde, die toe, ja, kom jij terug. Als jouw antwoord leuk is, kom jij in de uitzending met jouw comment onderin. Geweldig. Zo, ben jij weer terug, hè? Probeer jij typisch Nederlands te zijn, hè? Met die stomme neusje en die pruiken. Je moet deze pruik op, hè. Zo, nu ben je echt Italiaan. Vissen! Stil! Ja. Nee! Ze komt terug met ander haar. Met zo'n neusje. Ben je er nou weer? Is dit ook typisch Nederlands? Nee, maar ik dacht misschien als ik... Met die stomme neusje.